Dadelijk komt Sinterklaas aan met een hoop pieten. En ik hoop dat hij op tijd is. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Hebben jullie de schoen al gezet? Zeg maar ja, wat heb je gekregen? Chocola. Chocola. En jullie, hebben jullie de schoen al gezet? Ja, en ook chocolade. Ik ben Donald Duck. Dat is leuk. En een chocoladeshand. En jij? Ik ook. En wat hebben jullie nog meer gevraagd? Ik sokken en nieuwe schoenen. Nou, heel veel plezier als hij komt dadelijk, hè? Ja. Bent u zenuwachtig dat de Sint komt? Nou, misschien wel een heel klein beetje. Ik zie het. Ja, we hebben natuurlijk ook een heleboel bruggen in Bokstel. Dus als die boot maar een beetje door kan varen. Dus het is helemaal spannend of je wel op tijd is. Ja, ja, ja. Als de kindertjes hier ook op de knop hebben gedrukt, dan komt het wel goed. Maar... We gaan duimen. Nou, veel plezier. Fingers crossed. Ja, fingers crossed. Hebben jullie de schoen al gezet? Ja. En? Wat hebben jullie gekregen? Nog niks. En jij? Ook nog niks. Mama! Maar straks komt hij, hè? Want dan is hij in Bokstel. Dus vanavond de schoen zetten, hè? Ja. Veel plezier. Wat gaan we schoen doen? Kaarten. Oh, dat is leuk. Nou, veel plezier, hè? Dadelijk komt hij. Ja. Welkom, burgemeester. Goedemiddag. Nou, wat ontzettend leuk dat u er al bent. Ik heb gezien dat het nogal een tour was om Sinterklaas te krijgen in Nederland. Heeft u er iets voor meegepikt? Wat dacht je dan? Ik vind het nu ook best spannend, want Bokstel heeft ook best veel bruggen. En sommige zoals deze, die kan helemaal niet omhoog. Dus ik hoop niet dat die boot heel groot is. Nee, misschien is Sinterklaas wel met de duikboot. Altijd weer blij om Josephine te zien. Oh, geweldig! Ja! Zeg, waarom hebben jullie die gekke brillen weer op? Ja, wij komen kijken of het allemaal veilig is voor Sinterklaas. Kijk, we komen drie bruggen tegen. Zijn die open? Kan Sinterklaas eronder door? Maar we hebben daar alle kindjes geïnformeerd dat ze Sinterklaas wel op de hoogte stellen van let op, er is een brug, die kan niet open. Dus Sinterklaas moet bukken. En gaat hij wel met zo'n mijter erop en zo'n lange, hoe heet dat? Een cape? Ja, ik denk dat dat wel gaat. En met zijn staf natuurlijk. Die staf die moet ook natuurlijk eronder doorpassen. De staf wordt dus de uitdaging. Hè? Ja. Ja, die meiter die kan. Maar of dat hij dan nog omhoog kan komen. Want je hebt het al gehoord. Hè? Het gaat een beetje moeilijker. Hè? We weten het eigenlijk niet. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken of het allemaal goed komt. Je moet ook even de kade kijken of dat een veilig forum is. Ja, nee, dat gaat. Ja, dus, Sinterklaas hier goed uit kan stappen natuurlijk. Want ja, als dit is ook niet, moet wel een beetje stevig zijn voor Sinterklaas natuurlijk. Hij is natuurlijk een beetje op leeftijd. Jullie hebben gewoon een belangrijke taak. Ja, daar komt het op neer. Ja, daarom komen wij ook altijd ietsjes eerder. Kijken of het goed is. Dus ja, nee, dat. Dus we gaan even kijken of het helemaal. Want hij komt daar bij de burgemeester aan. Zeker. Of het helemaal. Want hier gaat het goed. Gelukkig. Heel veel succes, hè? Dankjewel. Hoi, hè? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Hallo! Zak van Sinterklaas. Ah. Ja, hij kan niet komen hoor. Hebben we het al? Ik zie nog niks. Nee. Ik heb hem nog niet gezien. Nee. Nee, hij blijft nog even weg. Ja. Die komt eraan, maar ik weet niet waar dat is.
gebeurt er nou? En met de buren die zitten. Ja, burger niet, die moeten wel. En die kunnen natuurlijk niet open. Ja, hey, ja, daar, ja, daar, ja, kijk ja, eens. Ja. Volgens mij komen ze daar aan. Ja. Kijk eens jongens, Sinterklaas die zet een voet aan Bokstelzaal! Applaus! Ik denk dat even naar toe moeten, welkom. Ik denk het ook, burgemeester. We gaan hier op het brede stuk staan. Wat ben ik blij dat u Bokstel gehaald heeft met al die bruggen. En u ziet er ook ontzettend fit uit. Nou, dankjewel burgemeester, want ik heb natuurlijk geweldig kunnen slapen en er is van alles gebeurd, maar ik weet er eigenlijk nog niet alles van. Maar dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Maar we zijn blij dat we weer een Bokstel zijn. Dus even kinderen, hallootjes allemaal. Dag hoor, fijn, wat gezellig druk, burgemeester, is dat hier een Bokstel, hè? Mooi, hè? Ja, dat zijn echte Bokstelse kindertjes, hè? Ja. Die houden van Sinterklaas en die doen er alles voor om u een warm welkom te geven. Nou, hartstikke leuk. We gaan zo meteen, denk ik, met muziek richting uw gemeentehuis, heb ik begrepen. En dan gaan we lekker rustig naartoe en daar hebben we nog wat te vertellen daarin. Hè? Jongens en meisjes, wij weten wat we nu moeten doen. Hè? Dus ik tel even af en dat doen we eerst. Jongens, hallo. Oké. 3, 2, 1. Stil. Lekker rustig, hè? Heel goed. Alle Pieten kennen dit en die gaan dit nu met jullie meedoen dadelijk. Ja, zeker weten. Ja, dus zijn alle Pieten... Ja, die staan in de... Ja? Zijn we er klaar voor? We gaan beginnen. Lekker rustig, hè? Ja, die houden we erin, Sinterklaas. Die gaan we erin, zeker wel. Lekker rustig begonnen we al. Ja, dat dacht ik al. Maar we zijn blij dat we allemaal lekker erin doen. Ik ben blij dat u er weer bent. Ja, zeker. Ik ook natuurlijk. Ja, dat is wederzijds. Dat mag ik aannemen. Ik ben benieuwd. Hoe is het gegaan met al die bruggen? Ja, want u moest allemaal... Nou, ik zal je vertellen. Ik heb er weinig van meegekregen. Want ik sliep natuurlijk. Ja, natuurlijk. Lekker op bed. Maar er is van alles gebeurd. Dus ik ga het helemaal horen vandaag en morgen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeuren gaat. Nou. Fijne dag verder. Ja, dankjewel. En veel plezier in Bokstel, hè? Dat gaan we doen, hoor. Met z'n allen dan, hè? Yeah.
jongetjes. Heel leuk. Hier is opzij. Zwaai, dankjewel.
tekeningen. Hoofdpiet? Is iemand met een tekening daar? Oh, ja, die wil ik. Die wil ik. Of geef je hem dadelijk bij Sinterklaas zelf af? Dag hoor. Wie? Hallo allemaal. Even hand is stuk voor me. Dankjewel. Zo. Ja, hallo. Zo. Knappe tuin hoor. Nou, wat gezellig hier. Wij zitten wel aan. Zo, hier ook nog alleen. Net gezien. En hoe vond je het? Goed. Ja. En heb je ook cadeautjes gevraagd? Nee. Helemaal niks? Nee. En heb je al een schoen gezet? Nog niet. Ga ik doen. Ja. Doen, hè? Want nou is je in Bokstel. Ja. Doei. Hey,
wat een leuke Piet. Wat ben jij voor een Piet? Moetspiet. Ja, het kasteel moet natuurlijk schoongemaakt worden. En we hebben zoveel dingen. Nu ook. Heel veel kinderen moeten een beetje hun oren gepoetst worden. Ja, dat hoor ik zojuist van sommige papa's en mama's. Van even een beetje de oren goed poetsen. Omdat ze niet goed luisteren? Ik denk het. Ik weet het niet zeker. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik poets maar een beetje wat. Ja, en dan straks het kasteel weer natuurlijk. Hè. Op stapelen moeten wij straks weer goed schoonmaken. Maar we mochten vandaag even gezellig mee hier gaan kijken. Als je je eigen verveelt, kom je maar naar mij poetsen. Kom ik bij jou poetsen. Ja, leuk. Maar ben je wel lief geweest afgelopen jaar? Heel lief. Dan kom ik bij jou poetsen. Nou, heel veel plezier nog, hè. Doei. Hallo, jongens. Lekker rustig, hè? Nou jongens, wat was dit weer een fantastisch welkom hier in Bokstel. Zoveel kindjes hebben we nog nooit gezien, denk ik, hier. Maar wat zijn we blij dat jullie er weer zijn. En ben ik ook blij dat ik weer mag slapen hier in Bokstel op kasteel Stapelen. Daar komen jullie zeker nog een keer langs, denk ik, of niet? Goed zo. Dan kunnen we elkaar daar in ieder geval ook nog weer een handje geven. Nou weet ik niet of er al aangekondigd is dat er de receptie zo meteen begint. Ik mag het doen. Nou, ik zou het heel leuk vinden als jullie zo meteen nog eventjes hier binnenkomen. En dan kunnen we elkaar nog even de hand schudden. En dan hebben we misschien ook nog wat, of niet? Ja, ik dacht dat we ook nog wel iets lekkers hadden, dacht ik. En dat is voor iedereen hebben we alles, man. We doen voor iedereen alles. Zo was het dit jaar, dacht ik. Maar ik moet er nog goed over nadenken. Nou, beste kinderen, fijn dat jullie er waren. En misschien tot zometeen hier beneden. Dag hoor. Zullen we even nog zingen alvast voor de Sint? Dan hebben we dat vast gehad. Lang zal die leven. Lekker rustig, hè? Tot straks. En een hele fijne tijd. Doei.